Een hele goede middag. Ik heb er eigenlijk alweer een hele dag op zitten. Maar het is vandaag donderdag. En een van mijn laatste taken voor vandaag is het uitzoeken van mijn kledingkast. Want ja, ik ga weer een closet sale doen. Ik ga even... Dit is echt gewoon serieus al de hele stapel die ik allemaal wil gaan verkopen. Door de tijd heen verzamel ik gewoon alle items die ik bijvoorbeeld niet meer draag of niet meer helemaal bij mijn stijl pas. En dan krijg je dus echt al een hele stapel die ik dus aan jullie kan gaan verkopen. Mocht je het trouwens leuk vinden om een item te kopen van mij, dan kan dat zeker. Want deze zondag gaat de closet sale online. En in de link in de beschrijving kan je alvast naar mijn kledingkast gaan op Vinted. En dan kan je me alvast volgen zodat je een melding krijgt als mijn kledingkast live gaat. Op Instagram zou ik het trouwens ook nog even vermelden. Maar goed, dan weten jullie dat. Check even de link hier in de beschrijving. Onder andere deze leuke broek ga ik verkopen. Echt een beetje zo'n leerlook van Naked. Ik vind hem echt zo gaaf. Alleen ik draag hem gewoon niet. Hij hangt gewoon echt te lang in mijn kast. Dus ik moet keuzes maken. Bij dit jurkje had ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik denk dat ik een jaar geleden echt heel veel heb gedragen in de zomer. Maar gewoon nu denk ik, het mag naar iemand anders. Naast zomer items ga ik ook wat meer voor de koudere dagen items verkopen. Zoals bijvoorbeeld dit toffe vest. Is gewoon niet meer echt mijn stijl. Is wel echt heel erg relaxed. Want je draagt hem gewoon heel erg makkelijk. Bijvoorbeeld ook over een jurkje heen. Oh, en deze is zo leuk. Kijk, zelfs nog het kaartje eraan. Hij is gewoon te groot voor mij. Dus ik wil hem heel graag hebben. Maar toch te groot gekocht. Daar baal ik wel van. Maar ik hoop dat ik iemand anders blij mee kan maken. Ik denk dat jullie dit jurkje wel een keer op mijn Insta hebben gezien. Deze heb ik vorig jaar ook best wel vaak gedragen. Het is echt een mega chill jurkje. Je doet hem aan en je hebt gelijk gewoon een hele toffe outfit. Maar gewoon niet echt meer iets voor mij. Het enige wat ik nu nog moet doen om uiteindelijk mijn Vinted-kast live te gooien. Is ook nog foto's maken van alle items. Want ik vind het wel leuk dat jullie ook goed kunnen zien wat voor items ik nou ga verkopen. Dus dat ga ik straks even in mijn kamer doen. En dan kan ik eigenlijk gaan beginnen met alles op het account zetten. Ik ben trouwens ook wel even benieuwd of jullie ooit al een keer iets hebben gekocht op Vinted. Of juist iets verkocht. Ik heb eigenlijk al vaker een closet sale gedaan op Vinted. Maar laatst heb ik dus ook alweer wat gekocht op Vinted. En ik vind het zo leuk. Ik vind het helemaal leuk dat je dan bijvoorbeeld een item tegenkomt. Dat je denkt, oh die wilde ik echt heel graag. Maar bijvoorbeeld heel lang uitverkocht. Of een oude collectie. En dan kom je dat gewoon tegen op Vinted. Ik ben wel even benieuwd of jullie dat zelf al een keer hebben gedaan. Ik vind het verkopen heel chill. Maar dus ook het kopen erop mega leuk. Kijk, dit is de broek die we gaan shooten. Hij is echt wel heel leuk. Alleen voor mij is helaas iets groot aan de achterkant. Oh ja, nog een tip. Ik zorg er altijd voor dat ik foto's maak van de voorkant, achterkant en details. Zodat ik daar de minste vragen over krijg. Dat het gewoon allemaal op de foto staat. En zo kan de foto gelijk op Vinted. Dus mocht je een kijkje willen nemen, check even de beschrijving. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En deze ochtend ga ik naar mijn nagelstyliste. Want jongens, dit is echt niet meer te doen. Kijk, dit zijn mijn nagels nu. Je ziet het misschien niet heel goed, maar die bloemetjes hadden eigenlijk op mijn nagel erin moeten zitten. En dat is nu al een tijdje geleden, dus ik moet echt... Wat voor design ik ga doen, weet ik nog niet. Wat ik ook nog moet kiezen zijn mijn oorbellen, want daar heb ik nog niks van in. Ik heb echt een hele doos waar ik uit kan kiezen. Glazen box, die is trouwens van Sissy Boy. Daar krijg ik heel vaak vraagjes over. Het enige wat ik wel al weet, is dat ik... deze ik wil doen. Wat ik daarbij wil gaan doen. Dit zijn uiteindelijk mijn oorbellen van de dag. Ik vind het wel cute. Met alleen maar van die diamantjes. Tijdje al niet ingehad. Van Frankie Amsterdam. Echt te leuk. Ik ben letterlijk net thuis. En ik kwam een pakketje binnen. En ik vind dit zo leuk. Namelijk van X-Lash. Allereerst deze eyelash. Of wat zeg ik? Dit zijn iPads. Deze gebruik ik zelf heel vaak. Alleen ik heb nu al gelijk een nieuwe verpakking. Chill. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Dit heb ik namelijk nog nooit gebruikt. X-Brow. Dat is namelijk voor je wenkbrauwen. Om, nou ja, je haargroei te stimuleren. En dit serum gebruik ik ook al heel lang. Namelijk van X-Lash. Voor je wimpers. Ik vind het echt heerlijk om gewoon in de avond aan te brengen voordat ik ga slapen. Op je wimperrand. En geloof mij, je wimpers gaan groeien. Dus ik ben echt heel blij met het pakketje. Zeker met deze X-Pro. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Zo, ik moest net helemaal gapen. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat ik aan school zit. Het is gewoon vreselijk weer. Ik moet aan school en... nou ja, slechter kan het niet. Ik heb zo geen zin om nog aan school te gaan. Maar dit is letterlijk de eerste dag dat ik weer wat doe. Oh, ik stel het gewoon elke keer uit. Ik ben nu eventjes een storytje aan het maken. Want ik ben benieuwd hoe het gaat met jullie examens. Als het goed is, zijn de meeste examens al voorbij als jullie deze vlog zien. Dus laat maar even weten hier in de comments hoe jij denkt dat het is gegaan. Voor onze schoolopdracht moet ik nu eventjes cijfers gaan bekijken van het Centraal Bureau voor Statistiek. En ze hebben dus nu hier een live teller hoeveel inwoners wij in Nederland hier hebben. En ik denk dat ik een uurtje geleden dit heb opgeschreven. Dat er uiteindelijk het eindcijfer 415 is. En nu zijn er gewoon echt wat meer bijgekomen. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Ik zit nu in mijn laatste periode van school. En die is aardig pittig. Omdat ik gewoon, nou ja, best wel veel opdrachten moet maken. Eigenlijk elke vak denk ik nog eventjes. We gaan nog even tegenaan. En die gooi je gewoon alle onderzoeken die je kan doen er even tegenaan. Ik ben best wel gestrest over of ik alles ga halen. Dus nu ook. Dan zet ik aan een opdracht. En dan moet ik eigenlijk alweer denken aan... ja, maar ik heb ook nog een andere deadline. Dus ik hoop dat ik alles ga redden.
fingers crossed. Het is vandaag donderdag en een pakket wat ik echt heel hard nodig had is binnen. Dus die ga ik met jullie unboxen. Mijn jurken voor eventueel de awardshow zit hierin. En ik was even bang dat ze niet op tijd binnen zouden komen. Want dan had ik dus geen jurk gehad voor morgen. En dat was nog wel even een dingetje geweest. Maar goed, het is binnen. Nu nog hopen dat het past. Dus ik ben nog steeds een beetje in spanning. Ik heb alles bij ASOS besteld. Omdat ik die gewoon de leukste en wat meer unieke jurken vond hebben. Ik dacht, ik pak gewoon een keertje uit. Oh, maar dit is wel, dit is wel heel vet. Kijk, dit is de inhoud. En ik denk dat jullie wel goed kunnen zien dat er voldoende kleur in zit. Oh, ik hoop maar dat het past. Het is wel echt geweldig. Kijk dit dan. Met veertjes. Hier word ik helemaal blij van. Jongens, dit is de eerste jurk. Ik vind hem wel echt heel cute. Oh, ik hou ervan dat het zo off-shoulder is. En de onderkant zwiert zo leuk. Ik moet er nog een beetje kijken hoe ik het hier vind zitten, want het is best wel veel stof voor mij. Ik heb mezelf nog nooit in zo'n uitgesproken jurk gezien. En ik vind het heel leuk. Volgende. Ik vind deze kleur echt heel erg leuk. Kijk, zo ziet het er dus een beetje uit. Ik vind het nog een beetje zo'n Spaans thema hebben. Ja, ik had niet verwacht dat ik deze eigenlijk wel leuk zou vinden. Even uit mijn comfortzone ook. Dan deze. Ik had verwacht dat ik deze fantastisch zou vinden, maar voel me echt een flamingo erin. Ja, er zit geen voorbeeld. Ja, ik had het gezien op Instagram bij iemand en dit was dan geel aan de onderkant. Die was er helaas niet. Maar toen dacht ik fantastisch, maar nu ik dit zo zie, denk ik, het is er niet voor mij. Nee, deze gaat sowieso terug. Oké, jongens, ik heb de laatste jurk aan. En ik moet je zeggen, deze is ook wel cute. Qua pasvorm is deze al veel beter dan die van net. Het is namelijk dezelfde collectie. Ik vind het heel leuk met die veertjes hier. Iets subtieler dan de vorige. Maar ik twijfel. Ik denk dat ik nummer 2 het leukst vind. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik vind het zo leuk om het allemaal te passen. Echt een soort verkleedfeestje. Oké, ik ben eruit. Ik ga deze hakken aandoen. Die ik ook aan had bij de bruiloft van de neef van Dirk. En ik ga deze jurk doen. Ja, jullie gaan morgen eigenlijk het volledige look zien. Met ook dat mijn haar gekrold heb en make-up heb gedaan. Dus ik hou jullie nog mee in spanning. Maar dit worden wel de hakken. Oh, ik ben zo excited. Goedemorgen jongens. Wij dachten vertrekken vroeg naar Schiphol. Nou, dat is echt gewoon gebleken. Want we staan nu letterlijk buiten om in te checken. Buiten gewoon. Gewoon de rij is gewoon te lang om binnen te laten staan. God. Ik had het zo slecht naar mijn zin. Nou, ik wil zeggen, deze tijd. Doe heel even normaal. Hier komt het weg. Zo jongens, we zijn in douane door. Ik denk dat we uiteindelijk maar gewoon een uurtje. 13:50 gingen we erin. En ik appte mijn ouders. Nou, even. Oh, een uurtje, ja. Nou ja, prima. Dus een uurtje in de rij gestaan. Het was best wel druk, maar ik moet je zeggen, het liep allemaal nog door. En nu kunnen we genieten van ons ontbijt. Ontzettend, ja. Vroeg ontbijt. Om 5 uur. Dus we gaan het even opeten. En daarna gaan we naar onze cave toe. Deze spot is toch heerlijk als je houdt van mensen kijken. Dit is gewoon echt de ultieme spot. Niemand ziet jou zitten, maar je kan wel iedereen bekijken. Het is echt heerlijk. Ik ben even benieuwd, hè? Wat zit allemaal in die tas voor jou? Nou, het ziet eruit als een ongeorganiseerd spot. Nee. Een tasje. Hema, toch? Hemaatje. Heel leuk. Bril. Zonnebril. Hier zit allemaal liquids in. Ik moet echt lachen. Kijk nou. Die meid denkt, oh, ik moet in een plastic zakje. Dus dan doen we de grootste die we hebben. Kijk, je mag maximaal 1 liter meenemen. Dit is nog geen 1 liter bij elkaar. Het zit alleen in een grote zak, maar ik heb niemand horen klagen. Ja, maar dat is Schiphol, hè? We moeten nog overstappen. En brekers. Ja, dit is echt te lief. Ze heeft gewoon brekertjes meegenomen. Voor ons beide. Voor als we echt te trekken hebben. Dit is toch cute. We moeten wel zo meteen deze vlucht op, want de volgende vlucht krijg ik niet meer mee. Suikerwafels. Oh ja, suikerwafels. Of mist. En mijn oplader zit erin. Gewoon dingetjes die je gewoon lekker bij hebt. Ik vind het best georganiseerd. Ja, het ziet eruit als een rommel, maar het is geen rommel. Ja, het is geen rommel, nee. Wij hadden net een beetje zo'n momentje, want we dachten, joh, het is de zon schijnt. Daar is de zon. Maar we hebben een overstap, dus daar is hij. Oh, we zijn toch in Milaan. Je weet het. We zijn er eerder. Oh, tof. We zijn in het hotel aangekomen en het is echt... We zijn zo blij. Het is echt, ik zal even een kleine tour doen. Kijk, je ziet gelijk al mijn zooi op het bed liggen. Maar we hebben heel veel ruimte voor onze koffers. Jij bent links toch? Ja. Yes. Altijd. Ja, dit is het bed. Ik vind het hoofdbord heel tof. En ik vind zelf de badkamer. Oh, dit is fijn.
een lange spiegel voor je outfits. Hey, ja, en die airco. En de airco. En dan is dit de badkamer. En dit vind ik echt een heel... Kijk, het lijkt gewoon op mijn kleurkamer, jongens. Ik voel me hier helemaal thuis. Nou, hier gaan we ons over maken. Even omkleden en dan is dat in. Ik weet niet of het iets is voor Milaan, maar echt heel veel gebouwen hebben zulke muurschilderingen. Ik ken alleen die van Gucci, maar dit is echt tof. Een tijd geleden toen ik hier in Milaan was, ben ik toen naar de Gucci Wall gegaan. Dat is dus een muurschildering die elke om de zoveel tijd eigenlijk wordt veranderd. En als het goed is gaan we er morgen heen, want Femke heeft dat nog niet gezien. Dus dat is het enige wat ik weet, dat ze dus een muurschildering hebben. Maar eigenlijk zie ik dus heel veel in de stad dat ze dat dus doen. Dus ik vind dat wel heel tof. En echt, de ene is nog mooier dan de ander. Trek jij me aan. Ik heb je sms gekregen. En je... Niets houdt mij nog tegen. Niets houdt mij nog tegen. Want jij hoort bij mij. Ja. 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 Ik kom hè. Jongens, jullie zagen me net in mijn bezweten kop. En nu heb ik me helemaal klaar gemaakt. En Femke ook. En haar jurk, jongens. Ik weet niet of ik goed film. Ja, kijk nou. Gewoon van Lofies. Het is echt een beauty. En het was echt een mazzeltje, want ik had al eigenlijk precies in mijn hoofd dat ik aan wou doen vanavond. Gewoon iets wat al in mijn kast hing. Dus als ik aan het scrollen op Lofies, gewoon even voor een leuke jurk voor deze trip. En toen kwam ik deze dichter dat ik, dit wordt uitgezet. Ja, ik vind het echt. Het staat daar prachtig met haar dan erbij. Echt mop. Meid, wat stel je de show? Jij ook. Zal ik jou even doen? Oh, film mij. Maar even doen. Want kijk, ik heb natuurlijk ook wel... Je hebt natuurlijk gewoon mijn plus één. Ik moet ook wel, hè. Ik moet ook wel zo met deze jurk. Leuk, want kijk hoe ze eruit ziet. Je mag zien. Ja, ik ben net zeggen. Met volledig de look en met haar. Ik voel me helemaal het vrouwtje. Helemaal het vrouwtje. Helemaal het wijfje. Nou Dirk, dit ga ik dus de volgende keer aan naar de supermarkt. Ja, nou. Waar ik trouwens even om moest lachen, is dat ik in de mail dus net zag dat de dresscode BU is. Ik vind dat best wel een klein begrip. Ik kan ook in de spijkerbroek komen als dat op mezelf is. Dus we hadden het zelf gevraagd op de app en toen zei ze dat het een beetje uitgedoft moest zijn. Dus ik denk dat ik nu meer bij de dresscode uitgedoft pas dan BU. Maar dit ben ik ook, maar niet op de dagelijkse basis. Dus we weten niet of... Maar dat stond er ook niet bij. Het stond niet bij BU op de dagelijkse basis. Nee, dat is ook alweer zo. Nee. Ja. BU go to the grocery... Nee, dat is niet dat het idee. Dat stond er niet bij. Maar we weten dat andere mensen dat wel zo opvatten. En dan ben je natuurlijk erg overdressed, maar beter overdressed, jongens. Je weet het van mij, dan underdressed. Jongens, we zijn er. Femke met haar mooie gefocuste gezicht. Maar jongen, we zijn gewoon niet underdressed. We zijn absolute gewoon precies goed. Ja. Oh, en daar ben ik zo blij mee. Gewoon last van mijn schouders. Ja, we zijn ook nu te wachten op nog hoeveel? Drie? Vier anderen? Ja, vier anderen. Vier anderen en dan mogen we naar binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe alles eruit ziet. Wij zijn op tijd, hè? Altijd. Wij zijn altijd. Zelfs te vroeg, 3 minuten. Oh jongens, ik heb het net het beste moment ooit gehad. Mijn schoenen uittrekken. Oh, nee, het ook. Oh. Ik had hele hoge hakken aan en loop prima, maar voor zo lang staan, echt niet. We zijn weer op de hotelkamer. Femke is gelijk aan het snacken. Cheers. Ik heb net gelijk mijn handen gewassen en het voelt echt als herboren. Ik ga lekker douchen. Ja, ik ga ook douchen, maar dat handen wassen was eigenlijk al een stap. Ja. Oh, het was echt fantastisch. Ik ben nog steeds in shock dat ik ben uitgenodigd. Ik denk dat jij dat ook wel een beetje had. Ja, het was zo cool. Ja. Zo cool en zulke grote sterren. Ja, ja, dus we gaan nu lekker slapen. Ik hoop dat mijn hoofd er morgen beter uitziet. Tot morgen. Goedemorgen. Tweede dag in Milaan. En jongens, het is zo lekker weer. Och, niet normaal. We hebben net ontbeten. En we lopen nu naar de Gucci muurschildering. Ik was hier een paar aantal maanden geleden ook. En toen was Harry Styles stond daarop. En nu, als het goed is, zijn er twee hofdames die beschilderd zijn. Heel benieuwd. Ja, jij bent er nog nooit geweest. Nee, überhaupt Milaan is het nee. Dus dat vind ik echt heel leuk. Dus we gaan ook nog even naar de Duomo. Gewoon een beetje de highlights. Wat we nog kunnen doen in de tijd. Want om 12 uur gaan we lunchen. Jongens, daar is de Gucci Wall. En ik zie nu al, het is een andere dan ik had verwacht. Hoe leuk! Ja, we zijn er! Mooi is hij, hè? Hij is prachtig. Heel erg nice. Kijk, met rode details. En Gucci versus Adidas. Echt tof. Heel leuk. Ah, mopjes in tranen.
Ze had net foto's gemaakt van me. Echt 2 seconden was dat. En zij gaat zitten. En die bus komt. Het is echt super zielig voor mij. En die vent zegt nog 5 minuten. Ja. Lekker op. Laat maar zitten. Ga naar huis. Stomme muurschildering. Ja, ze zijn helemaal niet leuk. Nee. Nou, mop, we gaan door. Wij komen net dit geweldige winkeltje tegen. Heet Dixie. Die hoed ook vooral. Hello. Dit is echt mijn favoriete plek van Milaan, de Duomo. Echt niet normaal veel mensen, maar ik vind het zo mooi. Oh, ik ben zo blij dat we hier even zijn. En aan de Duomo zit ook dit winkelcentrum. En ik heb hier dus geslapen. Ik zal het zo even aan jullie laten zien, maar dit is geweldig. Dit is voor mij Milaan. Oké, jongens, achter mij in dit raampje sliep ik dus voor 1 dag. Het was echt... Oh, ik heb dat ook volgens mij gevlogd. Het was echt gewoon een van de bijzonderste momenten ooit. Gewoon dat je uitkijkt op dit winkelcentrum. En dan boven. Ja. Hier sliepen toen Pieter en Michelle. Hadden echt een heel erg leuk balkonnetje. Dit was dan onze hotelkamer. En dan hieronder was het ontbijt. Zodat je hier het uitzicht over het winkelcentrum. We zijn aangekomen in onze hotelkamer. Ik slaap samen met mijn broer. Echt. Het is echt ziek. Als je binnenkomt heb je hier een glazen huisje en daar zit de badkamer in. Hier hebben we nog een prachtige kast. En dan kom je hier dan bij het bed. Ik vind het zo mooi, die muren ook met die kunst. Kijk dan. En het eigenlijk allermooiste van deze hele kamer is het uitzicht. Want precies op het winkelcentrum middenin hebben wij uitzicht. Niet normaal. Dus als je zo binnenkomt, tot sinds je in de hotelkamer staat, dan lopen ze eigenlijk recht naar het winkelcentrum toe. En dan heb je eigenlijk heel veel winkeltjes. Je snapt natuurlijk wel dat je hier goed mensen kunt spotten. En ja, je loopt iedereen af en aan. Hoe mooi is dit? Ik vertelde net tegen Fem, ik ben echt gewoon... Ik had helemaal zo'n déjà vu van de trip die ik vorige keer heb gemaakt. En het is gewoon zo tof dat we hier gewoon zijn en mogen doen en met elkaar. Ja. Het is echt, ik vond, ja, ik heb echt gewoon, ik kan wel janken. Het is zo leuk. Nee, maar het is ook zo'n gezellige trip, zo ja. Leuk, zo leuk met elkaar. Zo mooi weer. Zoveel leuke dingen gedaan. Zo mooi weer, ja. Oh. Zweet staat in mijn bil om uit, maar we hebben wel Maar genoten. We gaan het. Dan heb je genoten. Als je, ja, als je zweet onder je onderboek hebt. Ja. Het leven is goed als je pizza hebt. Mag ik wel een puntje van jouw leven staan? Nee. Tuurlijk. Ik smaak het. Oh, ik ben heel benieuwd. Ben jij een deler? Of hou je echt het liefst alles voor jezelf? Nee, ik ben wel een deler. Maar dan wil ik wel net zoveel terugkrijgen. That's the spirit. Dan deel ik. Ja. Met liefde. Met liefde. Nou, dan mag het. Oh jongens, ik heb helemaal een bezweet hoofd. Maar ik heb even heel hard gerend voor de trein. Omdat ik deze heel graag wilde hebben. Dus ik ga richting Apeldoorn. En anders was ik een 30 minuten later. Waardoor we dus uiteindelijk niet meer de stad in konden. Dus ik ben echt heel blij om te redden. Maar ik moet even afkoelen.